Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Nee, ik heb het met gemeente niks mee te maken. Behalve als ik documenten moet halen of een bepaalde inlichtingen wil innemen. Maar voor de rest heb ik heel weinig met de gemeente. Nee, ook nooit. Nee, nooit. Maar stel nu buurt heeft u last van ratten of er ligt afval bij u in de straat. Zou u dan niet het fijn vinden om dan wat gemeente te kunnen whatsappen of iets aan kunnen doen? Nou, bij uiterste nood zeker wel. Maar gelukkig heb ik die problemen niet. Dus ik zei daarnet, ik woon hier al 50 jaar, heb ik er nooit problemen mee gehad. Dus gelukkig herhaal ik nog een keertje met de gemeente niks mee te maken. Behalve de documenten en ja, zo is het. Ja, maar ja, ik heb geen problemen gelukkig. Ook niet met de buren en zo. Allemaal een beetje op afstand houden. Je moet niet bij elkaar de deur plat lopen, want dat gaat fout op een gegeven moment. Hè? Want dat heb ik al zo dikwijls meegemaakt, maar dat is niks. Ja, ik heb ook contact met de woningvereniging, dat wel. Want ik ben de opzichter van de buurt, zo gezegd. Alle lantaarnpalen die kapot zijn, de verlichting in de flat die kapot is. Daar reageer ik altijd op. En ja, dat doen ze nog goed. Dus er wordt wel goed op gereageerd. Ik kan dat niet. Ik heb geen mobiel. Dus wat moet ik dan? Ouderwetse man, joh. Echt wel. En stel nou, u ziet dealers in uw straat rondlopen en u voelt zich daar wat minder veilig door. Zou u dan de gemeente waarschuwen? Nou ja, ik zou niet weten waarom. Ja, dat moet zo erg. Hij moet uit de kluiten lopen. Als een stelletje van de... Stel dat je boeven bij je in de buurt komen wonen, wij spreken, dat zou je zeggen van nou, je kan wel eens naar de gemeente gaan, maar dat heb ik niet hoor. Over dealers gesproken, dat is wel een beetje een diepgaande vraag. Nou, ik ben sportman en ik werk in sport en ik beweeg mij ook tussen de sportmensen. Met de dealers heb ik niks mee te maken. Maar stel maar voor dat ik dat met zekerheid weet. Ja, dan zou je kunnen toch even nadenken. Als je dat doorgeeft, misschien heb je represalies. Je weet het nooit. Je neemt ze wraak op je. Dus ik zou heel voorzichtig mee zijn. Ik heb altijd een veilig gevoel. Ik loop s'avonds altijd met mijn hond buiten en ik heb nog nooit in mijn leven iets meegemaakt dat mij bedreigend overkomt. Het enige waar ik wel aan erg is als een fietser zonder lichaam. Want dan wil je oversteken, dan kijk je, zie je niks, ineens zitten ze vlak op je. En dan krijg je nog het idee van, wat doen ze dan, als je wat van zegt. Want dan ben ik weer in mijn mondje gevallen, dan zeg ik wel eens wat en dan kan ik beter niet meer doen. Maar zou het niet fijn zijn voor u als u dat bijvoorbeeld zou kunnen melden aan de gemeente of via een speciale manier wat uw irritaties zijn of waar u zich aan ergert? Ja, dan moet ik het met een briefje doen of zo. Maar ik irriteer me hier nergens aan, nog niet. Dus nou ja, gaat mij wel goed zo.